Welkom allemaal. Vandaag gaan we, als het goed is, dat hopen we, Bart van aanhouden. We gaan straks kijken of hij thuis is. Er zijn wat spullen in beslag te nemen, zeker auto's. In ieder geval, wat we nu weten, is dat er een witte cabrio A5 bij hem op de oprit staat. Die wordt in beslag genomen. Ja, belangrijk is laptop, in ieder geval van hem, telefoon. Er staan een heleboel belastende zaken in. Verder zijn we met witwassen bezig. Alles wat maar met bonnetjes te maken heeft, moet allemaal mee. Sieraden, leg dat even apart. Ga ik ook ter plekke bekijken. We zitten natuurlijk wel in de woning van de ouders, dus daar moeten we wel rekening mee houden. Zijn kamer moet in ieder geval grondig doorzocht worden. Nou, ze willen dus deze Bart gaan aanhouden. Of hij thuis is, is onduidelijk. Dat gaan we zien. En laten we hopen dat we op tijd zijn, want deze Bart heeft dus een ticket geboekt naar het buitenland. Dus het is duidelijk dat hij wil vluchten. Alleen hij weet niet dat wij en de politie dat ook weten. Dus hopelijk is hij nog in Nederland en kan hij worden aangehouden. En ik wil echt het gezicht van hem zien op het moment dat hij straks in de boeien wordt geslagen. En ik hoop dat ik de kans krijg om nog even wat tegen hem te zeggen. Als we bij de woning aankomen, zien we dat de dure cabriolet en Jaguar waarin wij Bart hebben gezien, er niet staan. Maar mogelijk voelt Bart de hete adem in zijn nek en parkeert hij deze ergens anders. Of is hij toch gevlucht? Bart woont nog steeds bij zijn ouders en één van hen doet open. Hij is niet thuis. De agenten gaan nu naar binnen om huiszoeking te doen. En wij gaan naar een andere woning waar hij mogelijk verblijft. Duimen. Ja, achter de auto aan. Teleurgesteld natuurlijk dat hij niet op locatie 1 is. Nou, we kijken nog op locatie 2, maar de kans is aanwezig dat hij in België is. Althans, dat is wat zijn ouders hebben gemeld. En wat er ook gebeurt vandaag, deze Bart zal hoe dan ook gezocht blijven door de politie. Dus zodra hij zich laat zien, wordt hij in de boeien geslagen. Dus of een leven op de vlucht leiden, of zich overgeven. Dat zal de komende tijd gaan blijken. Maar Bart zit niet op dit adres. Wel weten de bewoners te vertellen dat Bart de avond ervoor een WhatsApp-bericht stuurde, waarin hij zegt dat hij in het Van der Valk Hotel in Zwolle verblijft. De politie pakt direct door. Ja, er zijn aanhoudende eenheden onderweg naar Van der Valk. Ja, onderweg naar Van der Valk. In Zwolle. Ja, dus het wordt nu spannend. Ja, die auto staat in ANPR, dus die zal er ergens opgepikt worden. Er wordt een stelt-sms geplaatst, dus dan weten we ook zijn locatiebepaling. En dan in de Jaguar is hij waarschijnlijk. Waarschijnlijk, ja. Het is wel een opvallende auto. Het is een heel opvallende auto, ja. Ik ben zelf te ver van het hotel om Bart te onderscheppen. En moet dus afwachten of de politie de oplichter weet aan te houden. En dan krijg ik goed nieuws. Geweldig, dank je. Nou, geweldig nieuws. Want hij is dus alsnog aangehouden in Zwolle, in een hotel. En dat was informatie van zijn vriendin. Dat vertelde zij net tegen de politie. Maar heel snel natuurlijk de collega's in Zwolle gebeld. En die hebben hem in de boeien geslagen. Hij is nu onderweg naar Assen. We rijden daar naartoe en hopen nog een glimp van hem op te vangen. Maar hij is dus gepakt.